Hallo mensen, tof dat jullie kijken naar weer een nieuwe aflevering van Hearthstone. Het is aflevering 8. Ik wil heel veel snel eens uitleggen over de vorige aflevering. Mijn opslaggeheugen was vol van mijn laptop. Dus hij heeft van de 3 potjes die ik gespeeld heeft hij er maar 2 opgenomen. Dus ja, jullie hebben er 2 gezien, maar ze hebben wel allebei gewonnen. Dus dat is hartstikke mooi. Dus ik ga nu het potje wat dus niet is opgenomen, ga ik even een soort van overnieuw doen. Dus eigenlijk tegen hetzelfde persoon. En ik hoop dat ik nu ook weer win, want ik heb toen ook gewonnen. Dus let's go! Toch nog welkom bij de nieuwe aflevering 8, dus zoals ik al zei. Dus ik ga proberen nu ook te winnen, want dit heb ik de vorige aflevering dus ook gedaan. Eigenlijk 3 keer, maar jullie hebben maar 2 keer gezien. Het was niet een heel spectaculair potje. Alleen het enige coole was is dat ik nog steeds 30 punten had en hij nog maar, en dat hij dus dood was. Dat was het enige spectaculaire. En hij gebruikte de hele tijd van die hero powers. Dus ja. Dat was wel heel erg grappig, maar verder is niet heel veel bijzonders. Aan de hand geweest. Wil je nu een dikke man? Ben je nu vet? Ja, ik hoop het voor je. Even kijken. Other Murlocs. Ik weet niet eens wat een Murloc is. Maar oké, dat zal wel. Laat ik dan gewoon deze neerzetten. Ik krijg een random beast. Dat is wel vet. Misschien heb ik een hele sterke. Heb ik een sterke? Nee, het lijkt me een aap. Is het een aap? Leok. Het lijkt heel erg op een aap. Dus ja. Ik denk dat het een aap is tenminste. Oh, hij had echt die en die en hij had echt zijn eigen kaart en alles nodig om voor mij te winnen. Is dit die air totem? Want daar heb ik wel eens mee gewonnen namelijk. Ik heb wel eens gewonnen met die kaart. Wauw. Even kijken, wat heb ik allemaal? Ik heb hier verder helemaal niks aan, dus ja. Even kijken wat hoe ver komen, want hij kan dit kan toch helemaal niks doen. En ik kan hier heb ik nu niks mee. Yes. Dat is een mooie kaart, maar ik heb straks ook 5 en dan kan ik. Wat kan ik dan gebruiken? Ik heb nu 2 war golems. Dat is wel vet, maar even kijken. Even kijken. Laat ik deze maar doen. Laten we deze doen. Boom. Boom. Tada. Ja, hij kan natuurlijk hier even aanvallen natuurlijk op mij, maar deze is al veel lager. En wat geeft dit? Ja, die had hij ook al. Een healing totem. Heel veel totems heb je, maar deze voelt toch nog veel vetter, want die heb ik gebruikt natuurlijk. Op een of andere manier is dit plaatje maar bijgebleven. Wat doet het allemaal? Het gaat natuurlijk freezen. Natuurlijk. Ik had niet anders verwacht. Oh, hij kan 2 keer aanvallen. Oké, sinds wanneer? Sinds wanneer? Wist ik niet, maar oké. Dat is dus... Nou, ik ben waarschijnlijk gewoon een weekendje weg geweest waar dat veranderd is. Het kan aan mij liggen. Zo, nu ben jij dood. Nu ben jij dood, hè? Ja, je bent dood. Oh. Dat is minder positief. Je kan niet meteen kruipen worden. En dat doet hij ook. Ja, weet je. Dat heb je wel eens. Die kan natuurlijk meteen aanvallen. Maar meer kan die niet. Ja. Dat is pech. Voor jou. Kijk, wat heb ik allemaal? Wat kan ik allemaal? Ik kan deze erop zetten, dat is wel vet. Laat ik deze erop zetten. Ik had het die kunnen doen, iets anders, maar ja, weet je. Dat boeit het niet heel erg veel. Boeit niet heel erg veel, dus doen we gewoon iets mee. What you want? Ja, je klinkt heel erg vet, maar heel erg vet ben je niet. Hij heeft wel heel veel kaarten. Oh, dat is een goede kaart, daar moeten we even voor oppassen. Ja, daar moeten we even voor oppassen, dat is een goede kaart. Dat is een hele sterke kaart, dus ik moet even oppassen. Ik moet die dus in één keer op die manier uit kunnen moorden. Laten we het even zo doen. En als deze als eerst gebruikt, want het andere dat doet natuurlijk niet zoveel bij deze, dan moet hij die wel gebruiken. En die gaat op die manier gaat hij niet dood, maar hij kan hem wel dood maken. Hij is zelf nog niet dood, dat is een beetje negatief. Waarom wist ik dat gewoon? Waarom wist ik dat? Ik weet niet waarom, maar dat wist ik op een of andere manier, een soort van. Dat is een hele goede kaart. Wat voor kaart is het? Oh, dat is een vette kaart. Er zit natuurlijk nog wel wat aan vast wat hem zo vet maakt natuurlijk, maar oké. Zover waren we jullie ook al, hoop ik. Ik zit hem gewoon nog een keer in. Ja, waarom niet? Waarom ook niet? En die gaat natuurlijk nu deze gaat natuurlijk even hier snel op tikken. Dat zou ik ook doen natuurlijk. Maar dat vind ik helemaal niet leuk. En die natuurlijk erop die hele sterke.
En dan ben ik natuurlijk een beetje verdoemd. Dan kan ik hem al bijna dood krijgen. Kijk, dat bedoel ik. Ja. Nee, wat? Hoe snel? Nee. Ik kan het gewoon niet door, hè. Ik kan het gewoon niet door. Nee. Nou, dit is een beetje kut. Maar dat maakt niet uit. Ik ga hem nog een keer aanvallen. Want ik vind het eigenlijk helemaal niet kunnen. Want Rodney moet overwinnen. Niet hij. Want hij is fucking lelijk. Kijk dan naar zijn hoofd. Ik weet niet, heeft hij ooit eens een tramdeur gezeten of zoiets? Ja, ik word meteen hartstikke boos omdat iemand een keer van me, omdat hij een keer van me wint. Versus Frol. Ja, je. Kijk maar naar zijn hoofd. Zijn hoofd is mislukt en zijn naam is ook mislukt. Zo, kijk, ben ik meteen lekker onaardig. Yay. Nee, ik vind niet. Ik gun het hem wel, ondanks dat het een computer is. Maar ja, dat maakt niet uit. Goed gespeeld. Ik heb Haft had gewoon een goede kaart waardoor ik niet kon, waardoor ik niet echt kon winnen. Dus ja, goed gespeeld. Deze kan meteen aanvallen, dat weet ik. Ja, dat weet ik. Eigenlijk heb ik zin om meteen alles te gebruiken wat ik kan gebruiken. Dat is dan niet verstandig, want dan heb ik hem straks toevallig nodig en dan heb ik hem natuurlijk niet meer. Ik zat even veel te snel in mijn hoofd te denken. In mijn hoofd is dat veel te snel. Dus als ik heb 2, dan kan ik daarmee aanvallen, toch? Ja, dan kan ik daarmee aanvallen. Tadaa! Boom! En die kan natuurlijk nu 3 damage doen, maar ja. Weet je, als ik straks alleen maar van die goede kaarten opbouw, ja, weet je, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Windfire? Wat is Windfire? Wat? Dan kan die meer, dan kan die 2 keer aanvallen. Dat is wel vet. Goed om dat te weten, weet ik dat ook meteen. Bedankt voor de tip. To my side. En wat krijg ik? Ik krijg... Weer die stomme aap. The fuck, aap. Ga weg. Ik heb een hekel aan die aap, ik weet niet hoe. Ik ga er natuurlijk overheen. Dat hij weet dat ik hem moet aanvallen. Of gaat hij dat toch wel even doen? Nee, dat doet hij niet. Oh, heeft hij de hele tijd Windfire? Oh, dat is misschien, dat is niet zo handig voor mij. Dat vind ik niet leuk. Dat is nu nog niet nodig eigenlijk. En hier geef hem taunt. Dat is bij deze kaart eigenlijk niet nodig. Maar ik vergeet het steeds te gebruiken. Dus ja. Ik vergeet het steeds te gebruiken. Deze is ook super sterk op die manier. En... Kijk, kan ik nog iets? Nee, laat ik deze nog maar zo uitmoorden. En ze kunnen me niet uitmoorden op deze manier nog. Dus dan kan ik daar nog even lekker mee aanvallen. Zo, jij bent ook dood. En wat doet die totem? Niet heel veel bijzonders. Gaan we Jozo ook even damage, want dat heb wat je bij mij ook gedaan hebt. Niet dat jij dat leuk vindt, maar dat vond ik namelijk ook niet zo leuk. Nee, dat klopt. Dus even kijken. Wat doen we deze? Deze. En deze. Kijk, dan sta je nog lager dan ik. Dat is een beetje kut, hè? Ja. Kijk, dat noemen ze dat terugvechten. Daar ben ik namelijk vrij goed in. Dus ja, weet je. Dat is kut voor jou. Die is wel een soort van sterker. En ja, wat stuk. Dat heb je wel eens. Dus, oh, kijk, die zocht ik. Dat is net de kaart die ik zocht eigenlijk. En dat meen ik. Dat was serieus een kaart die ik zocht. Zo. Ja, had ik misschien eerder moeten doen. Oké. Zo, dan zijn we daar vanaf. Dus ja, dan fixen we dat ook gewoon even. Dat doen we even. En hij klinkt als chagrijnig op die manier. Ja, ik heb echt een hekel aan. Maar dingen die chagrijnig klinken. Hij heeft Windfire, zullen we dat even voor je wegnemen? Dus ik, je Windfire, dat doet me helemaal niks. This one's mine. Tadaa! Zo, dus kijk, wat kan ik met 7 doen? Ik kan deze gebruiken. Ik kan deze gebruiken. Give other minions. Oh, dat is wel leuk. Dat is nu wel leuk. The might of Stormwind. Tadaa! Kijk! Terugvechten, wat zei ik? Winnen bedoel ik. I'm flying. Ik weet niet eens wat je zegt, man. Leer praten. Fuck. Zo. Ik ga jou eens even uitmoorden. Vind ik eigenlijk wel leuk. Oh, hij kan mij uitmoorden. Nou, dat is toch wel knap, ja. Die kaart, hè. Niet mij, want dat wordt hem niet voor hem. Eens even kijken. Wat gaan we erop gooien? Zo, daar kom je in ieder geval niet meer door. Daar kom je in ieder geval niet meer doorheen. Dat is 1. En ja, dan hebben we deze kaart uiteindelijk niet gebruikt. Nou, dat is weg. Zo, doen we het in 1 keer, toch? Doen we deze. Zo. En 3, en 2, en 1. Zo, toch nog winnen. Boom! En bam! Klappen voor mezelf. Ja! Kijk, dat is toch top. Kijk, iedereen juicht voor mij, hè? Kijk, wat ben ik toch geweldig. Op zich ziet het er nog best wel vet uit.
Dus kijken, wie gaan we... Dit is pack is best wel goed eigenlijk. Wie gaan we nu? We gaan nu naar... Trade. Of naar... Trade. Ik weet niet eens hoe je hem noemt. We gaan in ieder geval bevechten en kijken hoe ver we komen. Rexar! Ik heb vorige aflevering trouwens gezegd dat ik eigenlijk aflevering een half uur zou maken, omdat ik niet zo ver kwam in een half uur. Of in een kwartier. Maar nu zie ik toch dat ik wel heel ver kom in een kwartier. Dus misschien, het gaat misschien aan liggen hoe goed het zijn. Als ik echt alles achter elkaar win, dan weet je, dan wordt het een kwartier. Maar, maar misschien juist wel niet, omdat ik juist zo lekker ga. Maar ik weet niet precies hoe ik dat allemaal ga doen. Ik bedenk wel wat. Zoals ik altijd maar zeg. Ik bedenk wel wat. Misschien doe ik juist als het heel slecht gaat, doe ik wel lang aflevering. Dan moet ik nu heel lang kijken naar mijn gefaal. En als het heel goed gaat, heel kort. Of juist ook heel lang, omdat het heel goed gaat. Of juist omdat ik het juist wel heel veel heb kunnen doen in de aflevering. Ik weet niet precies hoe ik dat moet doen. En ja, weet je? Ook ik moet dat bedenken. Zo. Hij kan mij uitmoorden, maar dan is hij nog niet dood. Dus ja, weet je. Dat maakt niet uit. En dan boom. Yay! Nou, je hebt nog steeds 2 meer damage dan ik, dus ja, dat is toch ook een manier. Oh, kan die aanvallen? Oké, vet man. Nu heb je 1 damage meer. Oké, nu heeft hij ongeveer, nu heeft hij evenveel levens in verder en vergelijking. Dus ja, nou, of ik daar nou echt heel veel mee kan, nou, eigenlijk niet. Ik kan dit doen en dan kan ik meer, kan ik eigenlijk niet. Meer kan ik even niet. Nee, meer weet ik, meer heb ik niet. Sorry. Maar ik heb veel hogere kaarten, ook met taunt en shit, dus... Dan, als ik eenmaal zo'n hoge kaart op heb, dan ben ik eigenlijk onverslaanbaar, denk ik. Hij heeft dan dus 1, is 2, is 3, is helper, is sterke kaart. Alles wat je maar mooi kan bedenken, heb ik eigenlijk een beetje. Wat heb ik allemaal? Het is wel leuk om alles uit te moorden. Naar random. Zo, daar zijn we vanaf. Dat is opgelost. Zo doen we dat, hè. Ik ga even wel oplossen, even uitmoorden, tuurlijk. Doe ik toch even. Zag je het niet? Nou, als je het niet goed zag, nou zou ik zeggen, het is voel even een stukje terug. 5. Zo. Ik alleen wel, we hebben opgeluisterd. Je weet dat je klinkt een beetje saai, of maar je hebt misschien een beetje een raar hoofd. Dus ja, dat heb je wel eens. Hij heeft hoger dan, hij heeft er hoger in levens nog, maar daar ga ik even verandering in brengen. Oh, ik krijg gewoon honger hier, oh. Nou, oh. De gates are open. Ga ik even allemaal schildjes erop zetten, dat allemaal taunt-schildjes. Dat die even wat te doen heeft nog, dat ik even mijn volledige mooie schild erop kan opzetten. Oké, die is nu weer weg. Maakt niet uit. Best, als jij denkt dat je stoer bent. Ga je gang. Kijk, nu heb ik 7. Ik kan even dit opzetten. Maar ik wil ook even zo doen. Nee, dan moet ik deze hebben. Deze moest ik hebben. Zo. Zo, ik doe ook even erbij. Moeten we eerst nog die uitmoorden. Zet ik nog even zo'n andere, deze nog even bij. En dan komen we straks nog toch nog heel ver, denk ik. Oké, die zichzelf healen, dat heb ik ook. Die kaart heb ik ook gehad. Het is best wel een hele handige kaart. Dus geeft een extra kristal, waar hij nog wat aan heeft. Ik weet niet wat hij daarmee wil bereiken, maar oké. Dat maakt niet uit. Oh, hij doet ook zichzelf die damage op die manier. Oh, wat een dombo. Maar dat kan me niet te veel over discussiëren verder, want dan... ik heb er zelf geen last van natuurlijk. Dus kijken, wat is vet om nog even nu erop te zetten? Ik denk eigenlijk deze. En dan nog deze. Zal ik dat doen? Wat ik ook kan doen, is... Laat ik dat doen. Zo, kijk! Dat geeft net even wat meer kaarten, dat is wel leuk. Zo. Zo, nu ben je echt kansloos. Ik heb er maar 8 en ik kan je zo uitmoorden. Dat is toch wel leuk, hè? Ja, dat vind ik toch wel leuk. Ja, die kaart heb ik ook, jongens. Sorry. Jezelf een beetje zo helpen. Dat gaat hem niet worden. Al zijn die 4 kaarten dat. Even kijken. Give a friendly beast dat. Oké. Welke ga ik erop zetten? Dan zet ik... Welke is sterk? Welke is sterk? Omdat... Ah, deze draagt dat wel. Oh, niet? Oké, best. Dan zet het op deze. Zo, kijk nu eens. Kijk. Het ziet er echt super sterk uit. Moet je kijken dan. Oh, dit is... Moet je dit even kijken? Dit is... Wow. Dit is echt zo sterk, hè? Dit is trouwens wel zo'n vette kaart. Masha, don't... Oh, oké. Dit is wel een vette kaart. Moet je kijken. 6. Ik kan 6,
12. 14. 7 is 21. Ik kan 27 damage doen. In één keer. En dan zijn er nog kaarten die slapen. Want dan zou ik 27... Dan zou het 32... 38 zou ik 38 damage kunnen doen. Als alles, als er niks meer slaapt. Dat is best wel knap. Weet je, dan ga ik eerst even dat uitmoorden. Dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Zal ik dat zomaar doen? Of wil ik heel mooi eindigen? Dat kan ook altijd doen. Zo, gaan we dit... Okay, dit is gewoon te. Dus dat wil ik even helemaal mooi doen. Vanaf op de mooiste manier hoe je ze kan bedenken. 5. En dan doen wij de laatste. Dan willen we dit ook nog even gebruiken. Niet dat we er wat aan hebben, maar het is leuk om te gebruiken. Zo. En dan doen wij de laatste. De end. 3, 2, 1. Zo. Dat is toch mooi winnen. Dat vind ik. Ik ga nu ook gewoon klappen. Want ik vind dat ik echt goed in ben geworden. Wauw. Ik vind dat ik echt serieus heel goed in word. Dus ja, ik ben er heel blij mee. Ik vind het eigenlijk wel een heel mooi einde van de aflevering. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet een like achter te laten, te reageren, te abonneren. Met te delen, te volgen, Twitter. Ja, te delen op Twitter, dat kan volgens mij niet. Dus dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Zeg ik bedankt voor het kijken. En ja, bedankt voor het kijken en gedag. Laters.